Heel mooi. Hey Sam. Hey. Wij zijn aangekomen in Amerika. We zijn momenteel in Orlando. We hebben deze nacht met ons vier op een kamer geslapen. Nou, straks gaan we naar Bradenton rijden. En nu gaan we eerst ontbijten. En ik denk dat we dan naar Disney Springs gaan. Kijk benieuwd. Want dat is er keihard veranderd. Dus dan heeft iedereen goed geslapen. Ja. Ja? Anaïs was precies dood de hele nacht. Maar ik zie er kei wit uit trouwens. Iemand is van alles in de lucht aan het schrijven. Er staat Jesus. Staat daar niet gifts? Ah, for gifts. Ask. Ask me. Ask me. Wij zijn aangekomen in Disney Springs. Maar Disney Springs is zo een beetje downtown Disney. Dus restaurants, winkeltjes en dingetjes om te bekijken en zo. Maar omdat we rond 4 uur in het huis moeten zijn op het eiland, konden we vandaag niet echt een park doen. Maar daarvoor komen we nog terug in de week. Park moet je echt van 's morgens. Ja, moet je echt wel zo van 's ochtends tot 's avonds laat kunnen doen. Gaan we daarin? Dus ja. Ja, wilt je daarin? Sam wil daarin. Is goed, je mag van mij. Ik durf dat niet, denk ik. Nee. Ik ga naar zo gaan. Dat is niet gelijk een Parijs. Dat is zo sfeer family loop in het begin, sfeerbeelden zo. Wow. Hey, vertel eens waar zijn jullie? Waar heb ik al gezegd? Disney. En heb je Mickey Mouse al gezien? Nee. Nee, ik ook niet. Mickey, gaat die ook niet komen? Disney Springs. En dit is Anaïs, de zus. Ik ben een bastard. Van Orlando naar Bradenton aan het rijden, naar Anna Maria Island. En we gaan nu zelfs de brug over naar het eiland. Het is voor Sam zijn ouders de eerste keer dat die meegaan, dus dat is wel kei spannend om die zo alles te laten zien. Maar Delphine is wel al eens 1 keer mee geweest. Maar het is filler, want het is zaterdag, dus het is kei druk. Sam is geobsedeerd met zijn dingen. Tot morgen. We gaan de vlog nog niet afsluiten. Sam is geobsedeerd met zijn spelletjes. Friends. En de eerste stop die we op het eiland doen, Subway! Of course, het is traditie, hè. Het huis ziet er zo uit. We hebben een blauw, er is nog een geel, een paars en een groen. We hebben een blauw. Super mooi! Doei! Familie Loop. Ja. En vertel eens, waar zijn jullie op dit moment? We liggen in de boekjes. We hebben onze
kunnen nog niet zwemmen. Maar op beeld, oh nee, dan zie je het. Ja, kijk. Je ziet het wel. Is dat beeld vuil of niet? Ja, ook vuil. Ja. Het is hier, kijk, bij de buren, dat is veel helderder. Wow. Het gras is veel groener aan de overkant. En dit is Anaïs, die is een boek aan het lezen. Dit is Mirjam. Hé. Hey. En daar is onze klusjesman. Nee, dat is niet waar. Dat is de papa van Sam. Ik wil graag Ben & Jerry's. Ah, ik dacht dat ik iets tegen mij ging zeggen. Welke was? Welke was lekker? Die vegan. Ik had peanuts. Ik ga afsluiten wat je nog iets tegen de fans zeggen. Ja, maar papa gaat dat nooit vinden. Ik pak dat in de week wel. We love you. Die ijs, we ik ga in de week Jesus wel mee. Jesus loves you too. Jesus loves you. Jesus forgives. Ja. Oké. Ask. Sam. Allee, dag vrienden en vriendinnetjes. Dag. Dag Anaïs. Delphine is onze luchtmatras aan het opblazen. Doet ze goed. Longen van staal heeft ze. Goed bezig. En kijk hoe groen ons zwembad is. Patrick, Sam zijn papa, heeft het zuiver gemaakt. Het is hopelijk dat dat morgen wat gefilterd is. En anders moeten we bellen voor de poolboy. Because it's dirty, ja. Dirty, dirty, ja. Het is wel mooi, onze tuin. Hey. Water is goed, hè? Ja, het water is warm. Kijk hoe mooi. Echt zo. Zo al de bomen. Mooie stoelen. Mooie barbecue ook hier. Tada. Een mooie jongen daar zo. En zo ziet de tuin eruit. Hier kun je ook eten onderin. En hier hebben we ook binnen een. Hoe noemt dat? Air hockey. Tafel. Kunt je nog zitten? En daar is een garage. En boven zal ik straks of morgen laten zien. Wat is daar? Wc? Daar? Nee, vuil. Dus bakken staan daar. Wc is niet onder. Moet je naar boven gaan. Ik ben hier keihard aan het chillen op mijn zonnebedje. En dit is mijn uitzicht. La 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 la. Goed bezig, mannetjes. Jullie zijn mijn angel wings goed aan het opblazen. Oké, Delphine gaat erop met haar kleren. Nee, ik ga erop springen zo. Allee. Oh, nee, laat me gaan, maar dat glaasje. Nee? We hebben sorbet, maar in de sorbet zit blijkbaar melk. Maar Sam heeft ook nog de vegan fudge meegenomen. Maar de sorbet ziet er thans wel echt goed uit. Mm. Yummy. Is dat een goede smaak die ik gekozen? Ja, fudge is mijn lievelings. Is het lekker, girls? Ja? En de rest zit daar. Aan het zwembad. Het is nog kei warm. Hoe laat is het? 8 uur of 8:30? Oké. En hier is de living. Ik vond wel dat de zetels beter konden. Iets wit of zo, maar voor de rest oké wel. En de keuken. De keuken vind ik wel mooi en goed groot. Hier is een eettafel. Dan hebben we hier een toilet. En daar de washer en dryer. Hier slapen mijn ouders deze nacht. Ik weet niet als er hier licht is. Ja. Het is de master bedroom met dressing. Of nee, wat is dit? Is dit de dressing? Oei. Ah nee, dat is op slot. Oké. Okay. Hier is de dressing. Dus daar zal iets zijn van de eigenaar zelf. En dan hier is de badkamer met brubbelbad. Twee lavabo's, toilet en nog een douche. En die hebben een terras wat uitkijkt op de straat van voor. Hi. Hier. En dan hebben we nog een verdiep.
Er is trouwens ook een benedenverdieping, maar daar is de garage en zo. Dus hier is de lift en hieronder is gewoon de garage en de inkomhal. En dan als we nog naar boven gaan. Hebben we nog een lievingske op de overloop, zo in de gang. Hier is weer de lift. Hier gaan Sam zijn ouders slapen. Zo ziet het eruit. En die hebben zo'n zetelke. Ja, ik ga niet te veel in een kamer rond. En dan de douche, toilet en ook een lavabo. Dan hier is de badkamer van mij, Sam en Delphine en Anaïs. Oei, ik heb de zuiger aangedaan. Gaat je naar het strand? Oké, ja. Hier is onze badkamer. Hier slapen Anaïs en Delphine. Hier is een dressing. En hier slapen Sam en ik. Waar is ons licht in godsnaam? Hier slapen Sam en ik. En hier is onze inloopkast. Dressing. Allee, inloopkast. Niet echt. Ik krijg hem niet open. Dus dat is de roomtour. Oké, we gaan naar het strand. Het is 9 uur of zo, denk ik. We gaan nog eens even kijken. Ik heb een golf mee. En als ik het koud krijg en een handdoek. Ik heb mijn haar zo lelijk gedaan. Maar ik heb zoveel koppijn. Dus ik kan die niet meer in een staart weer dragen. Dus ik ga ze zo laten. Ons huis is toch echt heel mooi, hè? Ja, de manatee-brievenbus. Dat vind ik ook wel het mooiste. Maar een van die vier gekleurde huisjes wouden wij altijd, hè? Ja. Hebben gezegd. Daar is nog een paars, maar dat ligt achter de boom. Maar ik weet toch wel welke ik wil. Ja? Ja. Ik wil het groene. En waarom? Omdat die, ik heb gezien in de tuin dat die een tiki bar hebben. Die heeft een tiki bar en die heeft een golfkar. Dat komt er niet bij waarschijnlijk, maar ik zeg van wel. En die hebben, kijk daar is de tiki bar, ziet je dat? Daar. En dat is echt een chique tiki bar, ik had dat gezien. Oei, daar is iemand. There's someone. And there's... There's a fire burning. Ja, vorige keer was dat, hè. Echt zo'n brandweer, gewoon voor een kwallenbeet. Nou ja. Het is trouwens schildpadseizoen. En hieronder liggen schildpadden eitjes. En daar ook nog. Daar ook nog. En daarachter staat ook nog één. En hier staat ook nog één. Het is echt kei veel. Ja, amai, daarachter staan er kei veel. Dus hieronder liggen allemaal eitjes van schildpadjes en daar mogen niet op. En gezondheid. En gezondheid, en wat staat hier op? This very special sea turtle nest has been sponsored by. Oh, je kunt dat sponsoren. Ja, dan zult je waarschijnlijk betalen voor die stokken en zo en die lunches. Ja, dus in het zand ligt dat, hè. Kijk, hier staan er nog. Daar. Echt heel het strand staat vol. Protect sea turtles. No lights, no flashes. Do not touch, do not disturb. Oh. Ze zijn hier onder aan het groeien, hè. Cute. Ja, ze zijn warm. Allee, warm. Wel goed. Kijk, staat mijn mooi schatje. Oh, op mijn mooiste plek op aarde.
Mijn mooiste schatje op de mooiste plek op aarde. Ja, het is hier wel echt mooi, hè? Ja. Ik ben blij dat je terug hier bent. Ja. En zo snel terug. Hoe bedoel je? Ah, sinds ja, Pasen. Pasen, nu alweer. Ja, dat is wel waar. Heel lang zat er niet tussen, hè? Dikke. Drie maanden of zo, ja. Ik ben wel blij. Maar je voelt wel dat het anders is nu als bij Pasen. Ja, het is veel vochtiger en heel anders warm. Hè? Bij Pasen zou ik nu s'avonds echt wel een golfje aan hebben. Want dan koelt het wel zo tot 20 graden. Dat is waar, maar nu blijft het zo mottig warm. Maar nu, het is echt nog altijd echt heel heet. Ik ben blij dat het zo wel wind is. Die is een beetje frissig. En als kerst op de taart zijn er echt dolfijnen hier vlakbij. Kijk daar. Waar is hij nu? Oh no. Daar ergens. Zie ja, daar. Oh. Allee. Oh. Zullen we daar een beetje zwemmen? Oh. Ja, maar. Van go. Ik wil dat die. Oh, daar. Oh, ik wil dat die dichter komen. Kom dichter, dolfijntjes. Kom. Wauw, en dat voor de eerste dag. Hoe zalig is dat? Oh, kijk. Het is wel best dicht. Het is dicht, hè? Ja. Wauw. Wacht maar met die scène, want het is heel wazig. Eimer is ook wel een schoon beeld. Dit zijn René en Mathilde. Je ziet die totaal niet. Wacht even, ik begin wel opnieuw. En je ruikt naar muggenmelk. Ja. Oh, ik heb nu nog maar gebeten. Oh, je stinkt. Fuck you. Je moet even slapen. En dan zet je er niet in, hè. Stomme kinderen. Allee, familie Loep gaat samen staan. Amai, dat was bliksem, ik heb dat gefilmd. Anaïs, ofwel gaat je dat. Oh, oh, ik weet niet langs welk perspectief ik dit moet vastleggen. Kom, Thalisa begint te lopen, ik ga je volgen. Wat een dynamisch perspectief. Ik moet hiervoor betaald worden. Hey, wat wilt u nog tegen de fans zeggen op deze mooie zaterdag na avond? Slaap wel. Iedereen is nog buiten aan het zwemmen, aan het zitten en aan het chillen. Ik ga me douchen, want ik heb me sinds de vliegreis nog niet gedoucht, wat pas gisteren was, maar oké. Ik wil me echt wel douchen, dus ik ga nu douchen. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog, doe zeker thumbs up en wij zien jullie morgen!